Goedemiddag en welkom bij het eerste deel weer van mijn college reeks over arbeid voor 5 HAVO en VWO. Het is een onderwerp waar heel veel over te vertellen valt, dus vandaag gaan we een kleine introductie doen in het hele concept arbeid. Dus laten we daar snel mee gaan beginnen. Wat je nodig hebt om arbeid een beetje te begrijpen is in ieder geval wat kennis over krachten. Als je dat niet goed weet is hier een soort van kleine opsomming zodat je ermee in de slag kan gaan. Wat ik moet weten is dat een kracht werkt op een voorwerp en dat de kracht een eenheid heeft van Newton. Een kracht die werkt op een voorwerp die kan eigenlijk 3 effecten hebben. Een verandering van richting, een verandering van snelheid of een verandering van vorm. Zo gauw de kracht in de bewegingsrichting of daar tegenovergesteld aan werkt, dan zorgt die voor een verandering van snelheid, dus een versnelling of vertraging. En zo gauw de kracht loodrecht staat op de bewegingsrichting van een voorwerp, zal die in een cirkelvorm gaan bewegen. Krachten komen altijd voor in paren en dat is wat de derde wet van Newton mij aangeeft. Zo gauw ergens een voorwerp een kracht op een ander voorwerp uitoefent, zal dat andere voorwerp met een even grote tegenovergestelde kracht terugduwen. Nou, dit zijn een beetje de dingen die we moeten weten en ik ga nu op een gegeven moment het bruggetje proberen te leggen tussen krachten aan de ene kant en energie aan de andere kant. En dat ga ik doen aan de hand van het voorbeeld met een paar paarden, een paar koets en een wagen. We gaan op een gegeven moment deze koets en wagen gaan we beschouwen en we gaan niet zoals met krachten kijken naar een stilstaande situatie, maar we gaan kijken wat gebeurt er nou wanneer dit hele geheel gaat bewegen. Dus hoe zou nou even, om toch daarmee te beginnen, hoe zou een krachtenschets eruit zien van de volgende situatie indien die met constante snelheid beweegt? Nou, we weten dat als je met constante snelheid beweegt, tot de krachten die op dat voorwerp werken even groot maar tegenovergesteld zijn. In de horizontale richting noem ik het dan even de trekkracht en de wrijvingskracht. En in de verticale richting, waar ook geen beweging is, noem ik dat de zwaartekracht en de normaalkracht. Nou, de volgende vraag hierbij zou zijn van welke energieomzetting vindt er nou plaats zo gauw die paden gaan bewegen. Zo'n paard krijgt zijn energie door te eten, dus ik zou zelf zeggen van nou weet je hebt in het begin chemische energie die in die paard hebt opgeslagen en uiteindelijk zal het worden omgezet naar bewegingsenergie, naar kinetische energie. Dus dat is de energieomzetting waarnaar we op zoek zijn. Nou, de laatste vraag, en dat is een beetje het bruggetje wat ik wil maken, is wanneer kost het voor de paarden nou de meeste energie om die koets voor te slepen? Nou, daar kun je op een gegeven moment naar kijken. De meeste energie, als ze hem over een bepaalde tijd afstand willen voortslepen, zul je zien dat is wanneer ze een grotere kracht moeten leveren. Het kan bijvoorbeeld zijn als de koets bergop gaat, als die door water gaat of als er meer tegenwind is. Wat dit nou eigenlijk aangeeft, dus zo gauw die de berg opgaat, zul je zien dat een gedeelte van die zwaartekracht, dat die eigenlijk de beweging tegenwerkt, waardoor je een grotere trekkracht moet leveren. Zo gauw je op een gegeven moment door het water gaat, zul je zien dat de wrijvingskracht groter gaat, waardoor die paden een grotere trekkracht moeten leveren. En zo gauw er meer tegenwind is, zul je ook zien dat de paden een grotere trekkracht moeten leveren. Dus als die paden een grotere kracht moeten leveren gedurende een bepaalde afstand, denk ik dat het instinctief wel gemakkelijk is om te begrijpen dat een kracht leveren over een afstand energie kost. En hoe groter die kracht die je moet leveren over een bepaalde afstand, hoe groter die energie die het je kost. Nou, daarbij komen we ook direct aan bij het concept arbeid binnen de natuurkunde. En arbeid geeft als volgt, kunnen we als volgt definiëren. Wanneer een kracht werkt op een voorwerp, terwijl dit voorwerp gedurende een bepaalde afstand beweegt, zeggen we dat deze kracht arbeid levert. Dus alleen een kracht kan arbeid leveren in dat opzicht. En de hoeveelheid arbeid die zo'n kracht levert, die kunnen we bepalen met de formule W is F maal S. Waarbij W staat voor de geleverde arbeid, de F die kennen we, dat staat voor de kracht en de S voor de afgelegde afstand. Nou, gaan we even kijken naar die eenheden. Dus de eenheid van krachten, die is de Newton. De eenheid van de afgelegde afstand is meter. Dus de eenheid van arbeid is in principe Newtonmeter. Nou, dit vind ik niet helemaal lekker en ik wil daarbij nog een soort van extra uitlegje erbij geven. Je kan namelijk ook de eenheid joule van energie kun je gebruiken. Maar waarom? Nou, wat is nou zo? Zo gauw je nou een voorwerp met een gewicht van 1 newton, 100 gram, gedurende een afstand van 1 meter gaat bewegen. Dus 1 newton bewegen, 1 newton voorwerp gedurende een afstand van 1 meter bewegen. Dan zul je dus zien dat het jou 1 joule aan energie kost om dat te doen. Zo zijn die eenheden gedefinieerd. Dus je kunt op een gegeven moment de eenheid newtonmeter, die zullen ook gelijkstellen aan de eenheid joule. Deze mogen door elkaar gebruikt worden en ik ga in deze lessenreeks eigenlijk alleen de hoeveelheid joule gebruiken wanneer we gaan rekenen met arbeid om in je hoofd te krijgen dat het een vorm van energie is.
Nou, wat kunnen we nog meer met de arbeid? We kunnen op een gegeven moment kijken van wat nou als die arbeid, wat als de kracht werkt en die zit niet helemaal in de bewegingsrichting. Hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld, je bent hier een of andere doos of een slee met je kinderen erop, ben je over de grond aan het verslepen. Hoe moet je dat dan doen? Dus als je hem over de grond horizontaal sleept, maar jouw kracht werkt daar eigenlijk onder een bepaalde hoek op, kun je W is F maar S niet zomaar gebruiken. Je zult hem op een gegeven moment nog een klein beetje moeten compenseren. Je kan namelijk alleen de component gebruiken die in de bewegingsrichting werkt. Dus hoe je dat nou kan doen, is je kunt een soort van bepaalde factor erin brengen. En die factor die zal zijn de cosinus van de hoek tussen de beweging en de kracht die je uitoefent zelf. Dus de complete formule is W is F maar S maal cosinus theta, waarbij die theta dus de hoek is tussen de kracht en de bewegingsrichting. Of je nou theta alpha gebruikt, het gaat in ieder geval om een hoek. Wat je daarbij dus zult zien is als die f en die s in diezelfde richting liggen, dan zal dus, dit zijn de cosinus van 0. Cosinus van 0 is 1, dus krijg je gewoon als formule w is f maal s. En cosinus 90, als je dat invult, dat zal de waarde gelijk geven aan 0. Dus als jij een kracht hebt en die staat loodrecht op de bewegingsrichting, dan zal je dus hier als hoek tussen deze twee krijgen 90 graden. Cosinus van 90 is 0, dus je bent het vermenigvuldigen van 0, waardoor we op een gegeven moment aangeven, een kracht die loodrecht op de beweging staat, die levert geen arbeid. Hebben we zo afgesproken, je kunt dat ook zo verklaren als dat je kan aangeven, die kracht die heeft geen enkele toevoeging aan het feit dat het voorwerp in die richting aan het bewegen is. Nou, nog iets anders, wat nou als die kracht niet constant is? Dus stel je voor, je hebt een kracht die verandert over verloop van de tijd. Nou, wat je daarmee kan doen is dat je dus op een gegeven moment kunt gaan kijken naar, als je dat in een grafiek hebt, en vaak worden dit soort dingen dan in een grafiek aangegeven, kun je ook gaan kijken naar de oppervlakte onder de grafiek. Want de oppervlakte in onder een grafiek, in elk FS-diagram, waar op de ene as de kracht staat en op de andere as de afgelegde afstand, daarmee zegt de oppervlakte onder de grafiek, die geeft aan de hoeveelheid arbeid die er geleverd is. Dus F maal S, kracht maal verplaatsing, is de arbeid. Dus als ik de ene as met de andere ga vermenigvuldigen, komt er altijd in welk FS-diagram dan ook de geleverde arbeid naar voren. In dit geval doen we dat weer door de manieren die we kennen van VT- en XT-diagrammen, door het op te delen in driehoeken en vierkanten en of hokjes stellen als je daar gelukkig van wordt. Nou, ik denk dat we een heleboel hebben verteld en ik zie je graag terug voor de volgende keren wanneer we het meer gaan hebben over vormen van energie. Tot dan!